Goedenavond, het is weer zondagavond, dus tijd voor de film van de week. Deze week heb ik een film gezien die pas donderdag is gaan draaien. Het is een hele mooie film, Bixby Bear. Bixby Bear vertelt het verhaal over een jongen die is opgevoed binnen een gesloten gezin. Daarin kijkt hij iedere week een aflevering van Bixby Bear, een serie over een beer die allemaal wiskundige oplossingen gebruikte en het heelal bestreed, problemen bestreed. Nou, wat blijkt nou? Hij is eigenlijk ontvoerd door de ouders waarvan hij dacht dat ze echte ouders zijn. Hij wordt door de politie daar weggehaald en na 25, 30 jaar weer bij zijn echte ouders geplaatst. Nou is er nog een tweede ding. Die serie Bixby Bear, die bestaat niet echt. Die is alleen door zijn vader geregisseerd en gemaakt. En nu zit hij in één keer in de grote mensenrealiteit met zijn echte ouders die hij eigenlijk niet kent. En het ontbreken van de serie Bixby Bear. Wat we in deze film zien is het zijn aanpassingstraject naar de normale mensenwereld. En daarin besluit hij op een gegeven ogenblik om maar Bixby Bear de film te maken. Want ja, er moet toch nog een aflevering voor zijn gevoel komen. Het knappe aan deze film is, er staat niet zo heel veel op het spel. Het is niet heel erg zwaar. Er zijn geen heftige plotpunten. Het is een film die eigenlijk heel erg lekker verder kabbelt. En die heel erg goed voelt. Ze hebben met vrij weinig gewicht en vrij weinig geforceerde elementen een anderhalf uur durende film gemaakt die met prachtige ladingen nostalgie, heel erg veel plezier, een schitterende jaren 80 referenties. Het is echt gewoon een hele leuke film. Ja, meer kan ik er ook niet over zeggen. Het is eigenlijk een hele lieve film ook. En dat zie je niet zo vaak. Het is een hele onschuldige film, ondanks dat er ontvoering in zit. Mark Hamill speelt de rol van de vader die hem in feite ontvoerd heeft. En die ook alle stemmetjes van Bixby Bear heeft gedaan. Wat een prachtige acteur. Fantastisch. Bixby Bear is echt een hele leuke film. Check it out.